zo, dat kon ik heel erg graag. Maar we zijn terug in de stad. Ik dacht, ik sta er even op. Ja. Gisteren, toen was ik de opname gestopt en toen precies haalden we 5000 inwoners. Helaas heb ik het niet kunnen laten zien, maar ja. Ik zie hier dat de brandweer al moet uitrukken. De broodrijden is echt slecht. Maar we gaan weer eens even kijken naar ons mooie stadje. Dus eventjes de speed wat sneller zetten. Maar er is nergens demand. Dus dat betekent dat we eigenlijk gewoon niks moeten doen hier. Dus een beetje energie gewoon in. En dan moeten we gewoon even dit doen. Zo. Ik zie wel vaker denk ik elektriciteitskabels door. Maar er is nergens demand voor, omdat we overal kunnen ze wel iets doen. Dus we gaan een beetje werken bijvoorbeeld aan, is er genoeg stroom? Ja, is er genoeg water? Ja. Garbage, ja. Oeh, ja, 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 het gaat. Dan moeten we nog een helft keer neerleggen. En Defcare gaat hem. Nou, oké. Gaan we doorkijken naar brandweer. Dus dan pakken we wat dit hier. En zo, klaar. Misschien eentje in het nieuwe gedeelte hier. Oh wacht, daar wil ik een park. Oké, en dan... Oh, dat gaat nog helemaal goed. Oeh, elementary school. Dan moeten we dus even een paar. Hier nog eentje. En dan... Daar nog eentje. High school gaat ook niet heel erg goed. Dus dan hebben we ook nog een paar. Hier zo'n eentje. Waar nog een? Ja, zeg maar. Ik heb die. Ah, nu is high school alweer in. Maar we hebben nog helemaal niet gekeken naar. Nu moeten we wel even water aanleggen, want we hebben die school geen water. Die legt meteen water aan voor het hele gebied. Natuurlijk hebben ze ook geen elektriciteit, maar ja. Moeten we maar tijdelijk iets vinden. Ja, nu krijgen we dus. Ik weet niet of jullie mij goed horen. Ik ga heel even snel wat doen. Even kijken, geluid. Ik kan het niet aanpassen, dat is wel heel erg jammer. Ik weet niet of jullie mij heel goed horen, anders moet ik eens een keertje iets erop vinden. Zodat jullie mij beter horen. Oké, de huizen komen eraan. Maar alsjeblieft, moet ik wel eens een keer ophouden met onweren. Oké, dit ding ga ik wel even verplaatsen. Want dat ding is helemaal niet gekoppeld met het netwerk van dit. Ik denk dat hij hier aan wil gaan leggen. Zo. En wat ik bedacht, we hebben al buslijnen. Nee. We hebben ook nog geen, we hebben dus nog niks qua vervoer, dus ik wil wel eens even kijken om bus aan te gaan leggen. Hier hebben we nu 3 baans, dus dat. Ik wil dat dus ook upgraden naar mijn bus. Zodat ik eigenlijk de bus hier aan deze hoofdweg kan doen. Ik doe tot aan deze rotonde. Dan kan ik doen. Dan gaan we door, denk ik. Stel wel een ander van de plaats. We gaan even kijken, we gaan dus hier een bus dingen. En dan zo'n grote groene station. Oké, dat onweer was weg uit. Nu gaan we zeker zeggen, oké, ik ga hier. Ik denk dat het beste om midden kunnen beginnen. We gaan... Ja, oké, dat is misschien niet zo slim om daar te gaan. Dan gaan we hier naartoe. Ja, stoppen. Zo. We gaan gewoon ook meteen dit gedeelte doen, de nieuwe wijken. Zodat we meteen gedaan, snap je? Zo, en dan een beetje meer. Ik ga gewoon een klein beetje gewoon... Ik ga proberen random bus op te nemen. Als dat lukt, weet ik nog niet, maar... Ik
Al deze wegen lopen dood. Hier naartoe. Dat wordt natuurlijk gefixt, snap je? We gaan dus deze aflevering niet zo erg verbouwen, zeg maar. Voor deze dingetjes doen. Moet ook gebeuren natuurlijk. Alleen minder leuk. En als jullie willen dat we ook weer heel veel normale video's kunnen nemen, zet dan even in de reacties van deze video. Ik lees ze wel. Ik wist niet of dat kon doen. Curved. Oh. Oké, maar we gaan ook alvast metro aanleggen direct. Volgens mij zien de bus hier vandaan. Wel de grote stop verkeerd, echt niet. Gelukkig heb ik die buslijns, dus nemen ze wel die buslijns. Ja, die bussen zijn een beetje eigenwijs. Maar meestal pakken ze wel die buslijns, dat zie je ook wel. Dus dan hebben we niet dat het zo op de stop zit. Ik dacht dat ik terug voor andere maar ik vond het niet echt. Dus dat is wel goed. Oké, nu gaan we metro aan mij. We moeten eerst een paar meters soms doen. Dan denk ik toch hier eentje. Dan denk ik toch hier eentje. Dan vind ik een huis lopen. En dan denk ik hier eentje. Het zal een beetje metro worden zo dan. Hier even een schoentje. Dat is denk ik goed. En dan we curve pakken. Ik wist helemaal niet dat het komt. Dat ga ik hier weer. Weer dat. Oké, okay, nu moeten we kijken. Dus dan moet ik dat een beetje mooi inkijken. Gezellig dat je kijkt. Beter hier beginnen. Create new line. Reactie. Ja. Mijn telefoon heeft geen wifi, dus ik moet even wachten met reactie te lezen, want dan zie je niks van beeld. Ik zal eens even kijken naar de reactie. Skeren, dankjewel Dias. Nog een reactie. Hey. Het zal Tiers zo kunnen niet zijn, hè? Hahaha. Nog een reactie. Ja, de laatste die ik ga lezen. Sorry, man. Huh? Dit zal wel.
Oké, we gaan nog even door. Ik wil graag dit gaan bouwen, maar dan moeten we eerst meer inwoners voor hebben. Anders wordt meteen alles failliet tot het einde. Nee, gaan we niet failliet. Oh, fijn. Wat hebben ze hier weer? Wat is dat? Nieuwe services. De services nou. Nee, je andere vriend zeker niet zo. Te weinig services, wacht. Niet toch? Nee, jongen. Wat heb ik hier neergelegd dan? Nee, jongen. Zeker niet. Ik begin niet zo raar te doen. Dat is zeker. Dan gaan ze failliet gaan. Dan krijg je meer geld voor, want dan komen er nieuwe rijken dat is. Ja, dat klopt. Wacht, wij weer. Mod, maak mods. Kan geen mods deals, kan helemaal niet. Dat is jammer, hè. Ik denk dat het hier best druk is. En waarom stopt het niet met regen? Oh. Oh, was het daar niet onder. Toch niet. Ons het zelf maken, dat is wel. Ik zou het niet weg van de regen. Ik moet er wel aan. Maar we al deze zijwegen. Ik denk dat we niet te druk hadden dat we hier hoge gebouwen gaan neerzetten, maar ik denk toch. 10.000 hebben, dan wordt dat toch wel iets zo gaan doen. Denk ik. Dan was er echt wel zo'n punt dat je echt meer mensen moet trekken. Het gaat waarschijnlijk in de volgende aflevering zijn om dat te gaan doen. Demand voor winkels. Nou, je hebt hier een heel gebied dat niet bebouwd is. Of is er meteen gebeurd? Jawel, ja. Nog een reactie. Maak mij een moderator. Wat bedoel je daar niet meer mee? Oh, zo in de chat, ja. Dat kan ik niet doen. Daarvoor moet ik een telefoon pakken. Dan moet ik naar beneden toe lopen en ik heb geen wifi. Ik heb gewoon drukke dingen. Dat ik wifi moet starten. Oké, nou, ja. Wat zo? Weer, wat heb je te klagen? Komt er te veel scheid door je? Is het land te duur? Meen je niet? Procent man, ja, dan zet ik het op 8. Wat jij wil. Maar dat is wel goed. We kunnen ook al dingen aanleggen, vliegtuigen, want ik heb alles dinges geunlocked. Maar ik denk dat het niet gaat helpen. Er gaan er geen meer mensen komen. Ik wil ooit het vliegveld hier hebben, op deze hoek, denk ik. Of op deze hoek. En hier van deze kant. Ik kan maar kijken. We zouden het ook kunnen doen, maar dat. Ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Misschien wel een klein vliegveld en daarna upgraden. Maar doen we als we 10.000 mannetjes hier gaan halen. Dan gaan we dit doen eerst. En dan doen we het vliegveld. En dan gaan we dit doen. Oh. Heb je nog een paar gebouwen? Dus deze bijvoorbeeld. Die komen dan hier in dit gedeelte. Waarschijnlijk komt er ook nog wel iets hier zo. Maar ik denk dat ze even gaan kijken. Hè? Zijn mensen blij? Nee.
steeds niet te happy zijn, ja. Hey. Oké, daar ben ik weer. Wordt het gebouw leeg? Wat moet dit dan weer voorstellen? Is hier druk aan het doen? Dat hoef ik toch maar niet. Oh nee, daar is niet druk, maar op de rest wel. Komt het zo druk is? Ja, hier moeten we toch echt binnenkort een andere rotonde van maken. En hier ook. Ja, dit gaat nog wel, maar dit. Deze gaat echt binnenkort heel druk worden. Deze. Er zijn allemaal mensen die gaan dan hier overheen om overal naartoe te komen. Want hier gaan we uitbouwen overal. En dat is ook, hier ligt ook de enige weg om naar hier toe te gaan. Dus dat wordt echt een heel drukke weg. Dus ik ga nu alvast een klein beetje een mooiere. Een beetje upgraden. Ik ga er een beetje mee. Ik ga wel eens. Je moet eerst gewoon een doodnormaal auto doen. Dat is het. Dat is rood. In het midden. Dat is zo'n soort van de binnenkortje. Naam heen komt nog een beetje. Dat wordt moeilijk, want nu moeten we eigenlijk. Wacht, kunnen we niet gewoon een grote route om daar neerleggen? Wacht, ik heb het niet. Oh, denk niet. Als ik op die weg zou kunnen weggaan. Maar we kunnen beter iets zelf maken, voor we dat helemaal verputsen. Oh nee, wacht. Wat voor weg is dat? Ah nee, wacht. Wow. Weer weg. Zo moet het sneller doen. En dan moet... Hier dan moet je. Die weg moet ik niet even kunnen opgereden. Anders gaat het helemaal fout. Ik weet het. Kun je niet naar rechts? Ja. Oké, nu moeten we eigenlijk deze weg ook hebben. Waar is die? Eerst zo leggen. En dan moeten we zo wegpakken. Je moet er vanaf. De hele route moet ik alleen te gek doen. Moet je kijken hoe het gebeurt. Want dan moet ik kunnen rukken. Ja? Kun je het überhaupt wel rukken? Ja, anders moeten ze maar die buitenbaan hebben. Ja, en dan nu deze. Deze klein stukje krijg ik door. Denk ik heel klein stukje alsjeblieft. Twee kijkers, nog gezellig. Wie is er bij gekomen? Het is op niet op basis als er iemand is die heel vaak kijkt. Dat hij niks te doen heeft. Waarom wil de rotonde dan weer zo stom hebben? Rotonde. Geen ding uitleggen. Ik ben ook geen vriend van jou. Hij doet ook een change rood gedijs. Haha. Fuck de rotonde. Open connections, kom eens hier. Ik kan maar niet tegen. Zo, we leggen eerst een kleine. Ik leg hieruit dan. Ja, ik zag je blauw worden. Zo. Dan kunnen we dan een keer pakken en dan zo. Beetje raar, maar het werkt, denk ik. Hoi.
Little Dangerous segment. Me. Yeah, this. It's me. I'm the worst. I'm a hint. Oké, dan hebben we al een plan. Dan moet je eerst streep pakken. Dan moet je hier weg van afnemen. Nu moet je erin. Gekurft. Doof. Ja! Nou, nu moet ik gaan. Nu is het wel trouw dat ik het weer zo maak. Dat het zo gaat. Gekurft pakken. Dat kan ook. Nu hebben we de skeerste rotonde van het hele land, maar het werkt wel. Achteraf gezien denk ik dat het niet gaat werken, maar we hebben een beetje op. Ja, mensen pakken die weg en dan gaan ze naar daar. Mensen pakken die weg en dan gaan ze naar daar. Mensen pakken die weg en dan gaan ze daar. En mensen pakken die keren weg en gaan ze daar. Zo, dus dat hele middelste rondje is als je niet de eerste afslag moet nemen, maar de afslag daar. Maar die kun je nog niet vanaf hier naar daar. Maar dat is denk ik. Oh, is wel eens probleem dan niet. Ik heb scheiden in de steen. Nu gaan we bomen aanzetten. Aanzetten. Ja, we hebben palmbomen. Die zijn altijd zo leuk, joh. Helaas hebben we niet zo'n sties leuke mods. Want ik bedoel dat het niet met hand wordt. Maar die heb ik helaas niet. Zo, dat ging soepel. Ja. Nee, ik denk dat ik hier wel een klein beetje in ga zetten. En dan denk ik dat ik het zo ga laten. Wel een beetje een rare knots nu, maar ja, hè. Dan met deze, hier en hier, dan met daar. En dan met deze. Dan ziet het er best leuk uit eigenlijk. En waarom bleef het onweer? Spel. Waarom? Dat is ook niet gevraagd. Maar ja, we hebben trouwens ook wel een pier. Maar dat vind ik wel. We hebben een grote pier. Wat is dit? Wat de heck? Wat een volleybalveld. Ik heb hier een dag onder, want het gaat uit de straat. Ik heb hier. Zo'n rood zaaier. Ja, ik wil het net zeggen. Wat de heck? Wat is dit? Riding stable. Paardrijden. Oh, what the heck? Ik wist niet dat we dat hadden in het spel. Oh, dat is altijd heb ik dat. Ja, goed, ik vond het niks nog van de trailer. Ik bedoel hier. Dan haal ik hem altijd voor weg. En ze hebben weer niet genoeg werknemers. Ja, weet je wat ik dan denk? Dan moet je er niet gaan staan. Ik zat niet om dit keer niet te doen. Maar nog even dit keer. Ja, we gaan eens even een. Ik doe het mooi dit keer. Eerst deed ik dat toen van het kracht en was het heel mooi. Dus sindsdien doe ik het gewoon.
wel veel last van, maar anders gaat het wel veel. Mel Hines. Ja, klinkt leuk. Kees goed, wel zo. Dan gaan we hier ook nog even eentje maken. En die. Ja, precies zo. Niks meer aan doen. Maar dit gaat ook nog ooit uitbreiden naar daar, dus ik doe dat alvast. Zo. Kirkgrass Kids. Wee. Oké, wat is dit? Alleen maar winkels, oké. Okay. Kijk, aan de ene kant wat logisch. Ja, dit is wel ongeveer. Ja. 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 We zijn wel bezig. Ik kan het niet zien. Ja, boeiend. Weet iemand hoe lang we bezig zijn? Eén kijker. Weet iemand dat? Ik weet het niet. Weer over een stukje. Weet je, ik denk dat we gewoon moeten gaan verzorgen dat we 10.000 mensen hebben en dan gewoon vol gaan uitbreiden. Want als je 10.000 hebt, dan krijg je steeds meer demand voor dingen. En normaal gezien, als je niet alles gelokt hebt, krijg je weer 10.000. Dan krijg je meer spul weer. Dus ik denk dat we vanaf dan echt moeten gaan uitbreiden. Dat is wel wel. Ja, voor nu denk ik dat we niet echt veel meer kunnen doen. Ik kan eens even kijken, we hebben al train, ja, wel. Shit, dat mogen we. Ja, dat ga ik dus nog niet doen. Wat is de taxi? Even taxi dingen halen. Dat is wel heel goed. Moet een taxi stand dan? Nee. Daar eentje bijvoorbeeld. Oh nee, maar eentje of zo. De mensen met de taxi in huis, hé! Terwijl ik je twist. Kijk, als je dan als je een beetje sportief bent, dan loop je gewoon naar de metro toe en dan doe je dit, kijk. En zo, daar, daar. Of natuurlijk pak je de bus, maar al die mensen uit de metro. Oh nee, kijk bij die busstations, man. Oh. Hoeveel verdienen we eraan? Gaat het? Oh, daar rechts. Oh, dat is wel meer dan 298 euro. Dollar. Per maand. Zit. Dat is heel veel. 1048. Voor, ja. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik had gehoopt dat het meer zou zijn. Dat is helaas niet. Oké, ik had dus een wereld en dan moest ik gewoon alles in het industriegebied slopen. En gewoon alles die in de kleur zijn. Dat duurt echt veel te lang. Ja, alles kan heel rustig leeg staan. Ja, hè? Het gaat mij het schelen, kijk. En nu is daar alles leeg. En daar is er weer eentje bij. Oh nee, dat is ook voor het eerst. Dat is toch altijd geniaal, dat hè. Goed dat ik er nu op klik, want dan kan ik nu meteen eentje nieuw aanbrengen. Ja, sorry jullie, maar het is weg. Al die incinerators langs elkaar. Ik ga mij helemaal niet boeien. Dat is het. Wacht, hè. Please is goed.
Zo, er waren best wel mensen aan het strand. Kijk, dit moet ik gaan hebben, dat het hier een strandblauw is. Ook wat meer richting het land. Daar blauw wordt, maar ja. Dat is niet echt van belang. Maar je ziet wel dat hier echt wel mensen willen wonen. Kijk, hier wordt het zelfs een beetje lichtblauw. Ik heb nog nooit groen gehad, denk ik. Ja, dat is. Ja, we hebben heel veel bos, dat weet ik maar. We hebben niks van olie. Niks. Oh, ik heb wel het industriegebied precies goed gedaan, want hier is oor. Stel, we wilden het gaan hakken, ja. Outside connections. Import. Hier is een paar import en hier is het heel import. Export. Ja, is goed. En toeristisch. Ja, dat is wel. Oké. Okay. Ik word moe wel. Hier komt echt heel veel vervuiling vanaf en hier, ja, zou het komen. Hier staan ze gewoon te pompen en daar staan ze gewoon weg te smijten. Ja, oké. Zou wel. Wind. Waar is veel wind? Aan de kust. Oké, en hier ook al een beetje. Dus hier kunnen we binnenkort doen nog wat. 11, ja, dit is allemaal goed. Wat hebben we nog? City info. Oké, we hebben dus 980 children, 2125 teenagers, dus dat zijn tieners. En children zijn kinderen, kleine kinderen. Young adults, dus jonge volwassenen. Dat zijn er 1484. En adults, dus volwassenen, 3666. En nog geen senioren, zie ik net. Oké. Ja. Dat is wel jammer. Nee, ik kan het ook wel niet. Maar hier wil ik eigenlijk nu een beetje dingen aan gaan doen. Ja. Nee, hier doen we dat. We hebben nog nergens bureaus. Enfin, dingen ze. Dus het wordt wel een lange aflevering, maar we krijgen wel wat. Pakken we weg. Oh, dat is ook een fijn. Rechten. Dan is er een fijne weg aanleggen zo. En dan heb ik nu schijn- en kruispunten. Dan doe ik gewoon hier eentje. En hier eentje. En dat is komen dan weer. Echt gewoon altijd dezelfde tactiek doe ik. Dat is komt weer. Zo, up eentje. En zo, up eentje. En dan doe ik hier tussen dat en zo. Up. Deelt al klaar en dan doen we er even een parkje neerleggen, water en al die dingen. Ja, mogen we wel een park gooien als het stuk wordt. En dan doen we dan water en elektriciteit. En stem is niet normaal. Heel raar systeem ook. Maar we gaan even gewoon wat elektriciteit tappen.
medium brush. Oké, okay, heel mooi. Een kleur een beetje. Ik wil niet aan die grote weg hebben, dus ja, mag wel. Maar niet zo aan de buitenkant. Een beetje een leuke office zone, denk ik wel. En dan meteen eentje te bouwen daar. Ik denk dat wegennetwerk ook wel oké is. Hier heb je één kruispunt. En daar aan de onderkant en hier heb je een kruispunt. Maar, oh, daar schat er. Als nog mensen een beetje slim zijn, gaan ze het niet via deze weg. Dan gaan ze gewoon via deze weg. Oh ja, hier heb ik het ook niet. Want je moet nog steeds langs het kruispunt worden. 3 kijkers. Oké, zeg even een reactie dat je bent, gezellig. ...8000. Oh, nu gaat het snel. Oh, ja, oké, dat gaan we even niks meer hebben. Nu gaat het snel, nu gaat het snel, oké. We gaan snel die 3 pakken. Goed knallen. Het kleur ook alvast in. De office zone gebied dingen. Midden ook. En dan ja, te bijna aan de 10.000. En dan wil ik misschien al de wegen hier een beetje gaan aanleggen. Maar ik denk dat we beter kunnen wachten tot de volgende video. Ik ga gewoon bijna stoppen. Ja, ik denk wel dat we toch wel een mooi landing hebben. Ja. We hebben ook nog dit hele gebied hier aan de andere kant, maar. Dit wordt ooit gewoon, denk ik, voor een huis, gewoon een heel grote wijk. Maar voor dat moet je natuurlijk heel het kruispunt aanpassen, daar heb ik geen zin. Ik denk dat ik dan gewoon dit doe. Maar gewoon zo'n kruispunt, zet ik dat dan neer. Dan moet ik weer de trein om de grond brengen. Dus dat is ja, hier zou ook nog een afslag kunnen komen dan, hebben we nog een inrit. Daar zou je hier bijvoorbeeld meteen een verhoogde snelweg kunnen maken. En dan wat kan het doen. Eens kijken hoe misschien dat ik het nu een beetje vast zit. Dat zou pas nu niet helemaal zo leuk zijn. Ja, dat is heel erg jammer. Maar natuurlijk gaan we het dan niet doen. Natuurlijk gewoon zo. En doen we het. Ik zit vanuit de video. Struid was een man met een snor, maar ja, het gaat denk ik wel werken. Oh wacht, dat moet ik de console omhoog doen. Dan zijn we toch al aan het verder aan het doen, dan doen we maar gewoon door. Dan ben ik 10.000 gaan stoppen. Dus dan gaan we even deze hele... Hoppa! Ja, fijn. Ja, ik heb het wel even. Dit gaat ook wel even doen. Ik heb een nek in, man. Oké, dat was dat. En dan nu... Rottreinspoor. Wat we gaan doen, we gaan het helemaal mollen. Dus ik ga het ook niet meer op. Dat is heel graag, ik ga het niet meer doen. Ik ga het gewoon
Nu wil ik wel zien wat er met die trein gaat gebeuren. Dat is oké. En dan nu, de finishing touch. Nee, dat is het verkeerde. Dat is de goede. Ik heb er wel een kantje. Moet ik precies niet meer doen. Lukken. Dan moeten we deze weg maar komen. Eerst even alles converteren voordat we aan die andere weg beginnen. Dat is dus zo. Deze weg, deze weg, deze weg, deze weg. En zo doen we het even met al die wegen. Zo. En nu kunnen we eigenlijk hier aan beginnen. Omhoog. Ik heb een blokje, dat is een blokje. Ik doe dat wel van de andere kant ook natuurlijk. Waarom dat ik die weg op een verhoging leg? Zo, fantastisch. Het is omdat ik dan. Dan heeft de last. De stad er niet te belasten. Kunnen we een klein beetje een bochtje maken? Weer. En dan. Kunnen we het doen. In die richting al. En dan zo. Dat ziet er wel beter uit. En nu kan ik het ook goed maken. Nou, zo doen we dan ook wel niet. Maar ik vind het wel echt tof dat het echt goed is. Dat we hoger zijn, dan kunnen we op de wegen eronder doen. Dan moet ik op een gegeven moment ook wel ergens een afslag moeten komen. Ja, dan pak ik toch gewoon zo weg. Leg ik hier zo af. Zo. Pak mijn weg, leg ik hier zo op. Ja, en dan moet je het gaan converteren. Dan moet je er hier ook nog een oprit afnemen. En dan moet je hier natuurlijk een laag leggen. En zo. Zo dik mogelijk op de brug. Dan moet je dan met het gewoon zo. Helemaal door. Wacht even. En die pak je niet omdat. Thank you.
afrit en... Ja, natuurlijk moeten deze twee nog gewisseld worden aan de kant. Maar... Dat kunnen we trouwens wel nog even doen. Toen we zitten 10.000. Moet je wel even je hoofd wegpakken. Ik weet niet of zo. En zo. Dat moet dan alles op aangesloten worden. Toch? Dat gaat er wel echt doen. Ik heb wel mega goed druk kruispunt. Oké, nu is nog een kruispunt. Oké, oké, oké. Maar deze die moet naar daar. En die moet naar daar. En even zo onder de kant kijken. Dan kan die weer. Waarom is de slowball weer te stuk? Omdat ik het weer niet heb. Wacht, ik ga ze even onder mijn handen. Dan doen we het zo. En dan connecteren we die. We zien niet meer die weg. Die weg is wel. Ja, dat is wel. Kijk! Oh, een Christus, waarom? Kijk, we hebben een outfit gemaakt. Hey. Dat is denk ik wel weer genoeg voor vandaag. Hoeveel kijkers hebben we eigenlijk? Nul. Leuk. Oké, mensen, hopelijk, ja. Vonden jullie deze video leuk? Ik heb vandaag geen timelapse klaar. Enfin, je weet wat ik bedoel. Hopelijk vonden jullie nog steeds deze video heel erg leuk. Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Oh, dat was moeilijk. Hopelijk, ja. Zie ik jullie de volgende keer weer. Tot de volgende keer.